Mijn naam is Gerjan Schuurman en ik sta hier namens Downtown. Hier heb ik van Rome SDS erbij gepakt de Vaes. En de Vaes, dat is natuurlijk een hartstikke lekker surfy, poeder, piste, vrolijk, flexibel-achtige binding. Zo kan je het eigenlijk het beste een beetje samenvatten. Krijgt een 5 qua flex, geeft dus ook wel aan, ja, lekker flexibel, lekker surfy, lekker speels. Hij heeft een 100% nylon highback, wil zeggen dat de highback lekker veel flex heeft. Zie je ook wel eigenlijk overal in terug. Natuurlijk wel asymmetrisch gemaakt, zodat hij verschillende kanten op verschillende flex heeft. Eigenlijk waar je stijfheid wil, krijg je stijfheid. En waar je flex wil, krijg je flex. En natuurlijk goed aanpasbaar die highback, de forward lean adjuster. Maar je kan onder andere ook de hoek van je highback aanpassen. Dan hebben ze de ASIM wrap hebben ze hiervoor gebruikt. En dat wil eigenlijk zeggen dat de base van de binding. Hier zie je natuurlijk dat extruder het aluminium lopen. Bam, heel cup en dan ineens broep, eind asymmetrisch. Hebben ze gedaan zodat je eigenlijk naar binnen toe, waar jij stijfheid wil, daar krijg jij weer die stijfheid en directheid. Naar buiten toe, waar jij dat surfen, vrije, achtige gevoel wil, daar hebben ze dat niet. Maakt hem daar iets flexibeler, geeft hem iets meer ruimte voor flex. En natuurlijk bespaart gewicht. Dus dat is ook de ASIM wrap van Rome. Dan de baseplate die erin zit. Dat is dus een 70% nylon en 30% fiberglass base feather. Zorgt er gewoon voor dat die lekker direct is en de krachten direct doorgeeft naar je board. De strap die erop zit is de ultralight enkelstrap. Ja, dit is een van mijn favoriete straps toch wel in de industrie. En onder andere ook van mijn collega's, die zijn er ook erg over te spreken. Comfortabele strap, vormt erg makkelijk. Geen onnodige features erop. gewoon goede aluminium buckles. Voor zowel bij enkel als natuurlijk teen. En bij de tenen hebben ze nog de Aukstek toe strap gebruikt. Vormt gewoon goed naar de tenen, zit comfortabel. Ja, eigenlijk niks over op te merken. Dan nog een uniek dingetje wel, de pivot mount. Die kan je losdraaien en daarmee kan je eigenlijk bepalen waar jouw binding net iets stijver wordt. Als je hem naar onder zet, dan, dan komt die strap als het ware hier te zitten. Dan trekt hij wat meer de onderkant van jouw schoen in de binding. Geeft hem bovenin iets meer flex. Als je hem naar boven draait, je raadt het al, trekt hij wat meer je schoen in de highback. Maakt hem bovenin iets stijver. Hier natuurlijk hetzelfde. Mocht je meer willen weten over deze binding, kom dan vooral even langs in de winkel. Dan vertellen we er graag meer over. Als dat niet kan, kijk dan op www.downtown.nl. Dit is de Rome Vaes.